Leez is eigenlijk Lisa van Rossum. Ze treedt ook nog samen op met haar broer. Het was ook Lisa die naar producer Hans Franke stapte met een demootje van haar broer. Die vond dat zo goed dat hij hem uitnodigde. De rest is geschiedenis. Het zou voor Lisa top zijn mocht haar carrière net zo goed gaan als die van haar broer. De twee hebben een erg nauwe band. Lisa doet bij Radio 2 wel een verschrikkelijke onthulling. Ze zegt als jonge studenten aangerand te zijn geweest. De zangeres was toen 18 jaar. Ik studeerde in Hasselt, legt ze uit. Er is aan die bushalte iemand naast mij komen zitten en deed aanraken die echt niet oké okay waren. Ik zat te wachten aan de bushalte. Ik was van plan om op stap te gaan in Leuven. Er is aan die bushalte iemand naast mij komen zitten en deed aanraken die echt niet oké okay waren. Het is iets waar ik ook niet open over praat. Dat was een aanranding. Ik heb daarna meteen naar mijn broer gebeld. Ik was daarmee aan het bellen en tien seconden later hoorde ik die niet meer. Zijn toenmalige vriendin nam de telefoon over en zei dat Joris juist flauw gevallen was. Hij was zich zo aan het opwinden. Ik ben nadien ook naar de politie gegaan, maar ze hebben de dader nooit gevonden.